Ajax onder 19 tegen NEC onder 19. De koploper uit Nijmegen. 3 wedstrijden gewonnen in de kampioenspool. Een belangrijke wedstrijd dus. Ajax zet meteen druk. En een mooie combinatie daar. De voorzet. En Jansana legt de bal breed op Kenneth Telen. Kenneth Telen schiet op de lat. Het eerste gevaar. En daar de counter. Selouf. Ayman Selouf weg. Twee mannen in de achtervolging. Jansana en Timber. Selouf met de voorzet. Onderkant lat en het doelpunt. Voor NEC. Eerste de beste kans voor de ploeg uit Nijmegen. En Ajax onder 19 staat achter. Daar een hele slechte spelhervatting in de voeten van Anthony Moussaba. Het schot van Anthony Moussaba en de redding. Dan de rebound en de bal gaat huizenhoog over. Nino Nordanes knalt de bal over de MyCoach-hal heen. Zo hard en hoog ging die. Goeie paas op Kenneth Taylor. Quinten Timber, goede aanname. Quinten Timber vrij, geeft de bal voor. En dan Nat Unifor met gelijkmaker. Mooi voorwerk van Quinten Timber. Mooie aanname. Hij creëert daar de kans en de ruimte. En Nat Unifor op het goede moment. Quinten Timber opent op Saladin. Krijgt de bal terug. Quinten Timber op naar Univar. Kan schieten. Univar schiet en net naast. Quinten Timber met de panna. Dan de steekbal op Sontje Hansen. En dan Brian Brobby met de kans. Brobby, maar de bal gaat naast. Hoe is het mogelijk? De mensen telden hem al. Paas op Kenneth Taylor. Taylor gaat de man voorbij. Nog steeds Kenneth Taylor. Kenneth Taylor geeft een balletje op Brian Brobby. Schermt de bal goed af. Brobby en scoort. Brian Brobby scoort en brengt Ajax op voorsprong. Na het goede voorwerk van Kenneth Taylor kon de bal niet schieten. Maar gaf wel een balletje op Brian Brobby. En die was het meest attent van iedereen. Sampa, El Maj wacht lang maar. Net op tijd deze bal gespeeld voordat Moussamba in de buurt kwam. En Ajax geen buitenspel voor Venicio Sint. Goed de buitenspelval ontweken. Venicio Sint met de voorzet. En dan Dostanić. Oh, wat een doelpunt. Applaus voor Damjan Dostanić. Hele mooie aanval. Mooie voorzet van Venicio Sint. De ene invaller geeft voor op de andere Dostanić. En die maakt 3-1. En u hoort het. Scheidsrechter Karremans fluit voor het einde van de wedstrijd. En Ajax onder 19 wint na een 0-1 achterstand bij rust. Met 3-1 van koploper NEC. En blijft op koers in de kampioenspool.